Sinbad was kapitein van een groot schip. En hij voer naar verre vreemde landen, over zeeën en rivieren. Op zo'n reis had je wel een slecht weer. En nu was het wel heel erg slecht weer. Bezorgd stonden ze op de zeekaart te kijken. Maar ze waren, dat zag er niet goed uit. Ze waren heel dicht bij de drakenbaai. En daar kon je beter wegblijven, want daar was het niet pluis. Het weer werd steeds slechter en slechter. Het regende en stormde zo erg dat binnen een paar uur een hevige orkaan was ontstaan. Het schip slingerde alle kanten uit en iedereen had moeite om zich op de been te houden. Sinbad liep over het schip en schreeuwde naar zijn mannen dat ze de zeilen en touwen vast moesten maken. Maar kijk toch uit, Sinbad, straks val je overboord. Nee, nee, kijk uit! Oh, het is al te laat. Sinbad valt overboord. En na heel lang zwemmen zag hij land. En uitgeput kroop hij aan wal. Oh, wat ben ik moe. En wat een pech. Nu zit ik hier helemaal alleen. Dit zal wel een eiland zijn. En hier woont natuurlijk niemand. O jee, o jee. Maar Sinbad had zich vergist. Want er was wel iemand. Of iets. Een reuzenvogel pikte hem van de grond. Alsof die een veertje was. En vloog hoger en hoger de lucht in. Wat was Sinbad geschrokken. O jee, o jee, o jee, wat gebeurt er nou? Wat heb ik nou weer aan mijn broek hangen? Alsjeblieft, vogeltje, doe voorzichtig met mij. Laat me niet vallen, hoor je. Laat me niet vallen. De grote vogel liet hem niet vallen, maar vloog regelrecht naar zijn nest en zette Sinbad midden tussen de eieren neer. Die gekke vogel denkt toch niet dat ik zijn eieren uit ga broeden, hè? Nou, dat kan hij dan mooi vergeten. Ik ben geen vogel. Nou, daar zit hij dan. En het is wel een grappig gezicht. Maar hij kan toch zo niet blijven zitten. Sinbad, het wordt tijd dat je wat bedenkt. Ik weet al wat. Als ik nou eens wat veren opsteek, net als een vogel. Misschien lukt het me dan ook om te vliegen. Er liggen hier genoeg veren. Hier en hier nog één. En zo maakte Sinbad twee hele mooie vleugels, bond ze vast en sprong van de berg. O jee, o jee, het lukt, joepie, ik vlieg, kijk, ik vlieg. Wat is Sinbad een prachtige vogel. Zo'n vogel heb ik nog nooit gezien, jullie wel. Maar zien jullie wat ik zie? Wat is dat nou voor iets? Ja, ja, ja. Volgens mij is Sinbad op het drakeneiland terechtgekomen. Zien jullie die draak ook? Oh, wat een groot en gevaarlijk beest. Als Sinbad hem nu ook maar gezien heeft, want zo dadelijk komt hij op de grond. En wat dan? Je moet rennen, Sinbad.
Heel hard rennen, anders krijgt het draakje te pakken. Ren zo hard als je kan. O jee, oei, o jee. Daar, kijk daar, Simbad. Daar is een grot. Rennen naar die grot. Daar ben je veilig. Daar komt de draak niet in. Gelukkig net op tijd gered van de draak. Maar Simbad is niet alleen in die grot. Wat is dat nou? Hallo. Ik ben professor Weetveel. En ik ben hier net als jij aangespoeld. Ik probeer al dagen die draak voor de grot weg te krijgen. Maar het lukt me niet erg. Zou jij me misschien niet kunnen helpen? Het is heel gemakkelijk. Als je jong bent en vlug. Maar ik kan het niet meer. Ik ben oud. Maar jij wel. Kijk. Ik heb een poeder uitgevonden. En dat moet jij proberen in zijn bek te gooien. Daar wordt de draak heel klein van. En als hij dan klein is, nou, dan is hij niet meer gevaarlijk, snap je? Simbad heeft het begrepen en wil het best proberen. De draak zit nog steeds buiten te wachten. Maar als Simbad het poeder in de bek wil gooien, gaat het fout. Wat doe je nou? O jee, daar ga ik. Ik ben verloren. O jee. Nu verdwijn ik in de bek in plaats van het poeder. O jee. Arme Simbad. Maar kijk, dat gaat nog net goed. Die slimme Simbad. Vlug heeft hij een grote stok tussen de tanden van de draak gezet, zodat hij hem niet kan bijten. Dat is nog net goed gegaan. Vlug rent Simbad terug naar de grot, waar de professor op hem heeft staan wachten. Nou, dat was op het nippertje, hè, Simbad. Zo gaat het niet. We moeten wat anders proberen. Oh, ik heb het al. Luister, we maken een pop en die trekken we jouw kleren aan. In die pop verstoppen we het poeder en als de draak dan komt en die pop ziet, dan zul je zien wat er gebeurt. Zo gezegd, zo gedaan. Ze maken een pop die precies lijkt op Simbad. Nou, ik ben benieuwd wat er nu gaat gebeuren. Zo, nu nog even het poedertje verstoppen. En dan kan de pop naar buiten. Kijk jij even of het rustig is buiten, Simbad? De draak is nog niet te zien, maar dat kan zo veranderen. Vlug leggen ze de pop neer en verstoppen zich om te zien wat er gaat gebeuren. En ze hoeven niet lang te wachten, want daar heb je de draak al. Wat kijkt die lelijk als die Simbad ziet. Hij denkt dat het Simbad is. Want hij weet niet wat wij weten. Dan stort hij zich op de pop en eet hem op met alles erop en eraan. Simbad en de professor hebben alles gezien en wachten af. Zou het gelukt zijn? Zou het poeder werken? Heel langzaam krimpt de draak in elkaar
en wordt kleiner en kleiner. Zo klein dat ze hem kunnen pakken en hem in een flesje kunnen stoppen. Zie hem daar nou zitten. Kijk, hier heb je nou onze grote draak. Vind je hem zo niet lief? Nu kunnen we op zoek gaan naar een schip, Sinbad. Luister. Luister, Sinbad. Hoor jij ook een scheepstoeter? Ja, het is een scheepstoeter. En ze dansen van plezier. Want nu zal het niet lang meer duren. Nu zijn ze zo van het eiland af. Ze worden als vorsten van het eiland afgedragen naar het schip dat op hen ligt te wachten. Nu zullen ze weer snel thuis zijn. Een beetje rust hebben ze wel verdiend na zo'n avontuur. Vinden jullie niet? Tot de volgende keer, Sinbad. En wel thuis.